Medie, een algemeen praatje. Het is voor jou je tweede seizoen hier bij Nieuwekerk. Ja. Hoe bevalt het tot nu toe? Ik doe natuurlijk nu ook de A1. En dat is zeg maar smiddags coachen, 's avonds spelen. Dat is pittig, maar wel leuk. Ja. Ja. Vergelijk jij eens Nieuwekerk met je oude vereniging PKC? Want dat is natuurlijk een heel ander verschil. Nee, ik vind dat geen vergelijkingsmateriaal. Ik bedoel, Nieuwekerk heeft goede ambities. En dat moet in principe ook haalbaar zijn. Maar ja, PKC is natuurlijk de absolute top van Nederland. Dus dat, die zijn daar al lang. Ja. Als je dan kijkt naar jouw rol, iedereen stond natuurlijk vorig jaar rond de jaarwisseling, was dat volgens mij, rond de Korfbal Challenge, werd bekend dat jij natuurlijk bij Nieuwekerk ging spelen. Ja. Hoe kijk je terug op dat afgelopen jaar? Het enige wat me bijstond was dat ik gestopt was en uiteindelijk heb ik geloof ik maar 3 maanden niet gekorfbald. Dus dat was wel grappig. Dus we zien maar weer hoe het kan lopen. Ja, en verder ben ik daar nooit heel erg mee bezig. Van kijk je erop terug. Ik ben lekker bezig. Ja. Een paar weken terug, het EK hier in Nederland. Je was ambassadeur. Een rol die je volgens mij wel op het lijf geschreven had. Ja, dat was wel leuk. Ik vond het jammer dat Nederland zo dik won. Want je leeft toch heel die week eigenlijk naar een soort hoogtepunt toe. En dat was binnen 5 minuten eigenlijk toen bereikt. Maar op zich een hele leuke rol om dat achter de schermen mee te maken. Zijn dat ook zaken die je op die manier het korfbal gaat gebruiken om nog meer te promoten? Ja, ik hoop het uiteindelijk wel. En ik hoop dat ze niet alleen met mij doen. Maar je moet toch een beetje de helden van zeg maar behouden. En ik denk dat dat ook leuk is voor de mensen die dan, de toeschouwers, mensen die achter de schermen meelopen, dat die daar ook zijn. Nog even terug naar Nieuwekerk. Net de zaalwedstrijd tegen Pernikstad. Ja, was een deceptie voor jullie. 21-32 verlies. Ja, dat was een pijnlijke nederlaag. Heeft even wat punten blootgelegd waar we flink mee aan de slag moeten. Maar daarentegen is wel de eerste wedstrijd. Dus ja, liever nu dan aan het eind van het seizoen. Dankjewel. Ja.